Goedemiddag, we staan bij Hilde Frank Trendwatcher om de najaarstrends van 2017-2018 te bespreken. Hilde, wat zijn de trendkleuren voor het komende najaar? De trendkleuren voor het komende najaar. Dan gaan we eigenlijk kijken naar zeer rijke paletten, diepe kleuren. Vooral de rode tint, maar dan meer in zijn brikvorm, wordt een belangrijke kleur. Gecombineerd met een zwaar koningsblauw. Enerzijds, dus die opulente, zwaardere, diepere kleuren. Anderzijds heb je dan weer de pastels, die blijven voortduren. Wel met het verschil, de pastels komen van een gele ondertoon, van een witte ondertoon. En nu gaan we eigenlijk binnen de pastels, binnen de groep van pastels, een grijze ondertoon krijgen. Als het ware, het industrieel maakproces wordt eigenlijk zichtbaar in die pastels door die grijze tonen. Ja. Zijn er duidelijke trendbreuken met 2016? Er zijn trendbreuken in die zin dat er in 2016 nog veel gladde materialen waren, terwijl we eigenlijk nu gaan naar materialen waar er een bepaalde structuur in zit, of verweerde, gepatineerde materialen die eigenlijk een soort van leefproces reeds hebben meegemaakt. Dus we gaan eigenlijk afstand nemen van die gladde oppervlakte in 2017-2018. En welke elementen moet de florist zeker meenemen? Aan wat moet een florist denken? Ik zou zeggen authentieke materialen, rijke materialen. Velvet, vloer, fluweel wordt een zeer belangrijk gegeven naar dit najaar toe. Ook gekleurde marmers en gepatineerde materialen. Ik denk dat we daarmee eigenlijk de hoofdpunten hebben omvat. Hilde Frank, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan.